Hasbehest betekent letterlijk acht hemelen. Dit uitherenhuis is gebouwd in 1669, in de Safavidische periode, en is omgeven door een prachtige tuin, het Rajai Park. Het gebouw zelf deed ooit dienst als de koninklijke residentie. Het Sherel Satoun Paleis is gebouwd in de 17e eeuw. De bouwwerken werden gestart in de Safavidische periode door de eerste Sja van Iran, Abbas I, die regeerde van 1586 tot 1628 en is voltooid door zijn opvolger Abbas II in 1647. De beide regenten gebruikten het hoofdzakelijk om gasten te ontvangen bij feesten en recepties. Sherel Satoun betekent in het Nederlands 40 zuilen. Dit zou voortkomen door de 20 houten zuilen van de ingang, plus de weerspiegeling van deze zuilen in het water van de vijver. Hoe ze dit geteld hebben is mijn raadsel, want ik kon er geen 40 vinden. Zowel de versierde buitenkant van het gebouw als de beschilderingen van binnen zijn de moeite om te aanschouwen. Het gebouw ligt midden in een prachtige aangelegde Perzische tuin met een oppervlakte van 67.000 vierkante meter. Het geheel met de prachtige bloemenperken, planten en bomen maken er echt iets unieks van. Gans het complex is in 2011 erkend als werelderfgoed. Via een park met standbeelden komen wij bij het enorme Meidam Eman of het plein van de imam. De oorspronkelijke naam van het plein was Nash-e-Jahan, wat ontwerp van de wereld betekent. Het plein werd aangelegd door Shah Abbas I tussen 1590 en 1595 en kreeg zijn huidige naam na de Iraanse revolutie,
Die begon in 1978, waarbij de pro-westerse Shah Mohammad Reza Pahlavi en tevens de laatste Shah van Iran werd afgezet ten gunste van Ayatollah Ruhollah Khomeini. Met zijn 560 meter lengte en 160 meter breedte behoort het tot de grootste pleinen van de wereld. Na de aanleg van het Meydan Imamplein liet de Shah Abbas I de Grote de Sheikh Lutfallah Moskee bouwen. Hij startte met de bouwwerken in 1603 en het gebouw was in 1619 klaar. Alhoewel de toegang gelijk loopt met het plein, is de moskee zelf gedraaid in de richting van Mekka. De naam heeft hij te danken aan een geleerde die op verzoek van Abbas naar Isfahan was gekomen. Na de dood van de geleerde in 1623 kreeg de moskee zijn huidige naam. Recht over de moskee die we daarnet bezochten, ligt het Ali Kwapu Paleis. Ali Kwapu betekent letterlijk de sublieme poort en was eigenlijk in het begin de toegangspoort tot de koninklijke tuinen. Rond 1595 werd met de bouw gestart en later in 1602 werd het verbonden met de dubbele galerij met de winkels, die het plein omringen. Ali Kwapu heeft 7 verdiepingen en is 33 meter hoog. En wat opvalt is het talar, de veranda aan de voorzijde van het paleis. Van 1848 tot 1896 werd het paleis totaal gerenoveerd. Via een smalle wenteltrap kom je terecht in de muziekkamer. Let op de muren en de plafonds die speciaal uitgewerkt zijn voor een goede akoestiek. This is traditional Persian painting. Dat is traditionele Persische schildering. We have long history about our miniature. Het is een lange geschiedenis van miniatuur. A piece of camel bone. Stukje kamelenbeen. We can work 1 week a painting. En kun je een week op werken? Het is echt wel de moeite, het is kort, maar Shiraz, er waren een paar gerichten of versen. Het is een persen. Dat zijn. In dit restaurant gaan we genieten van een typisch Iraans gerecht met de naam Dizi Abghusht. Dit gerecht, een stoofpotje, dankt zijn naam aan het aardewerk waarin het geserveerd wordt. Terwijl we door de bazaar lopen, eventjes nog wat informatie over Iran.
Wat de godsdienst betreft zijn het grootste percentage moslims, waarvan een gedeelte Sjiiten en een gedeelte Soenieten. Verder zijn er ook een groep die het soefisme beleiden, al is dit een verboden religie in Iran. Buiten de moslims heb je het Zoarisme en alle andere godsdiensten in mindere maten, maar ze zijn er wel. Wat je ook moet weten over Iran is het volgende. De belangrijkste inkomstenbronnen haalt het land uit de export van aardolie en gas. En men produceert er de meeste pistachenoten ter wereld. Het weekend begint vanaf donderdagmiddag tot en met vrijdag. Dus zaterdag en zondag zijn er gewone werkdagen. De jaartelling van Iran loopt niet gelijk met die van ons. Dit omdat hun jaartelling startte in 622 na Christus. Bijvoorbeeld 2017 van bij ons is 2017 min 622, dus 1395 in hun jaartelling. Er valt nog heel wat meer te vertellen, maar daarvoor verwijs ik je naar mijn website. En de volgende stap is ons hotel. En dan zijn we...